Hi! Oh ja, ik heb mijn camera even verplaatst. Ik kon niet terugklikken om dit van mijn dingetje op te zetten. Welkom terug. Dit is even een tussenfilmpje wat ik waarschijnlijk ergens tussen een clipje ga plaatsen. Maar dit is van de mod voor Sims. Ik zal in een van de video's een link zetten dat je er naartoe kunt gaan. Nou, je hoeft nooit te raden wat mijn favoriete pizza-lijn is. Nou is het niet altijd zo dat het klopt dat je iets hier bezoekt, want er staat hier namelijk ook een Dirk van de, terwijl ik daar nooit kom, want ik kom altijd bij een broertje Albert. Maar dat maakt niet uit. Ik zei al van, het is leuk dat de modders daar wel aan denken, terwijl, en ja, daar zelf aan hebben moeten denken. Dit is bijvoorbeeld van Batool. En ik was eigenlijk al begonnen met filmen, maar toen stopte mijn Nvidia ermee, omdat hij een update aan het installeren was. Hier, dan kan je een club maken voor Batool. Die zit er standaard niet in. Terwijl ja, ik weet niet waarom, maar degene die clubs bezoeken kunnen downloaden en kunnen een club van Star Wars beginnen. Je kan ook buyable cars voor Mapless Travel. Nou, ik ben niet geïnteresseerd in auto's. Zo privé niet als in de Sims niet. Oh, deze, ja. Dat wordt voor mijn spooky aflevering. Waar ik nog niks over kan zeggen. Even dankje zeggen. Dat doe ik voor twee redenen. A, omdat het netjes is. En ten tweede, als ik nou de volgende keer weer op deze klik en ik zie dat het deze kleur is, met Who You, dan weet ik dat ik hem al gedownload heb. Mits je systeem geformateerd, dan is het natuurlijk weer weg. Hè, want het heeft met de cookies te maken. Maar ik vind het altijd een leuk geheugensteuntje, want af en toe denk ik, oh, dat is een gaaf add-on, die wil ik wel hebben. Oh, die heb ik al. Dat doe ik heel zelden. Meestal is het ook no CC. Maar dat doe ik zelden. Je kan bijvoorbeeld nieuwe jobs downloaden, die je standaard niet bij zitten. Of aspirations kun je downloaden. Ik doe dat af en toe doe ik het wel eens. Maar oh, Kotick Mende, die ziet er wel mooi uit. Pumpkin and spice cookies. Family of eight starter home base. Front desk staff. Het is aan die modders dat die de Sims eigenlijk draai onderhouden. Want AI had hier zelf aan moeten denken. Aan de andere kant is het natuurlijk ook leuk als er een community is die daaraan denkt. Want ze bouwen het voor de medesimmer. En ik vind het ook niet erg dat sommigen achter Patreon zitten. Want ja, ze doen natuurlijk, het sluit wel hun werk. Nou hoop ik niet dat ze massaal allemaal achter Patreon zitten, want dan heb je een baan extra nodig om Patreon te betalen. Ja, het heet Patreon, maar ik noem dat Patreon. Ik vind Patreon beter klinken. No more career of a phone call. Dat is hem. Ik werd te gek van. Dan kom je net van je werk, had je telefoon. Hi, would you be interested in this job? Yeah, fuck off. Dus die heb ik ook gedownload. Dat was de eerste die ik tegenkwam. Yep, die wil ik hebben. Dood irritant met die telefoontjes. Ja, al die kleding heb ik al gedownload. Ik vind het altijd wel leuk als ik een leuke kledingkast voor mijn dames heb. En zelfs de heren heb ik ook. Ik heb bijna alles wat je vindt aan kleding hier. Tot pagina 50 pas heb ik gedownload. Ik weet niet wat daarna komt, want het is meestal ouder. Maar zoals dit alles, dat heb ik allemaal. Vloerkleden niet, want ik heb een bloedhekel aan vloerkleden. Om de simpele reden: als je camera wil veranderen en je drukt op de linkermuisknop en je zit op zo'n vloerkleed, trek je dat vloerkleed weg. En ja, nou weet je wat? F2, kaartje, pats, pats, weg. Hup. Catwhisperer carrière. Nou, ik hou van mijn katten. Deze heb ik ook, de Witch Hunter outfit.
Kijk, en dit vind ik niet kloppen. Vampiric reflection. Een vampier heeft geen reflection. Oftewel, dat is een spiegelbeeld. Daar hebben ze wel goed bij nagedacht. Hé, die is nieuw. Of had ik deze al? Oh, die heb ik al. Kijk, tankt. Maar dat bedoel ik. Ik weet half niet. Ik heb zoveel add-ons erop staan. Ik weet op de duur niet meer welke ik wel en welke ik niet heb. En daarom, als ik erop klik, dan zie ik... Oké, ik heb bedankt. En... Maar ik weet zeker, ik heb hier alles al gedownload. Ah, Nintendo DS. Ja, cool. Ja, Ladies Band, en die heb ik ook. Al die gave Engelse hardrock bands. En Def Leppard, dus hebben ze die dan. Maar je hebt ook AC/DC, t-shirts, van alles. Dit heb ik ook gedownload, alleen... Het valt tegen. Maar ik heb dat voor dat gekke... Die longplay die eraan komt. Van het gekkenhuis. Zo van... Ja, een paar van die verpleegtertjes zo erbij laten lopen. Dat ze half per se te zijn. No custom content, dat betekent CC, custom content. Dan weet ik veel al download zijn ogen, verschillende oogsoorten, kleding. Deze heb ik bijvoorbeeld, dat je robot parts kan klonen op een kloonmachine. Want er gaat heel veel tijd in zitten om zo'n onderdeel te krijgen. Echt een bizar veel tijd. Hey, Boba Fett? Ja. Maar hij is van de goeie, moet ik. Gebruik ik ook. Freelancer. Doe ik eigenlijk zelden. Want ik wil eigenlijk dat ze gewoon een fulltime job hebben. Ik doe nooit een parttime job. Ja, dat is ook goed. But two aliens, no terrible faces. Nee, inderdaad. Want god, wat zag dat eruit? Ik heb hem ook gedownload. Dat zag er niet uit. En er is heel veel mis met dat pack, echt. Nee, dit gaat gewoon even een videootje worden. Die wordt er niet tussen geplaatst. Dan wordt het gewoon een Hunter Career Mod. 2020. Die speelt Star Wars. Paladin Knight. Ja, manga. Ja, ik ga niet van manga. Het ziet er toch ook niet uit, eerlijk gezegd. Dat heb ik zeker ook niet gedaan, want dat weet ik zeker. Heb ik ook. Jaar 1800, peasant. Nou, ogen, dat zeg ik, ogen, ik heb bijna elk oog add-on gedownload die er is. Ja, Eco Lifestyle Roof Pattern, het is eigenlijk niet nodig, want je kan al een dak, puntdak, helemaal van solar panel maken. Dat is een soort doek wat er overheen komt, over de gehele lengte. Dus dat is eigenlijk een beetje overbodig. Nieuwe recepten kan je downloaden. Er zijn echt heel veel nuttige. Sommige voor, ja, natuurlijk voor iemand persoonlijk dan. Aceless and Immortal Reward Store. Pokémon. Pokémon gaat of iets.
Faster University Degree. En zelfs dan wil ik niet eens meer naar school gaan. Wauw. Daar hebben we tijd in gezeten. Holy moly, dat is 64 bij 64, denk ik. ...2,7 miljoen simoleons. Oeh. Ja, 64. Ik ga hem wel downloaden. En normaal doe ik het niet, maar ik vind dit wel een prachtig iets. Ik zelf zou dit nooit kunnen bouwen. Van mijn leven niet. Daarom ik ben voor degene die dat bouwt. En sowieso die add-ons maken. Echt een applausje wordt. Je moet wel eraan denken, mocht je add-ons downloaden, dat de bepaalde zijn specifiek bedoeld voor een pack. Voor mij maakt het niet uit, ik heb alle packs, dus ik kan alles downloaden wat ik wil. Maar als je bepaalde packs mist die add-on nodig hebt, dan werkt die add-on niet. Maar dus er wordt altijd aangegeven hier welke packs je nodig hebt. Hier heb je bijvoorbeeld geen packs voor nodig en hier heb je weer de basispoma. En hier heb je geen packs voor nodig. En hier heb je hele red packs nodig. Foxbury, dat zijn de scholen van... Die school in hoor. Die heette zo. Sunny, die heb ik ook gedownload voor dat spel dat ik ga spelen. Lady Gaga, Cash Background. Ja, dat verander ik eigenlijk nooit, want ik vind dat zonde. Ik vind je background, die is denk ik al goed genoeg. En dat nou eens de achtergrond hebben, nee. Maar het schreeuwt, laat ik het zo zeggen. De kleuren schreeuwen erg. Beetje creep. En eigenlijk ook op mij geplaatst worden. De hoofdzuster. Ja. Ik denk dat die ook met een longplay komt. Die heb ik gisteren gedaan al. Dat shirt. Ik kwam hem tegen. Dit doet me altijd denken uit die dominee van die horrorfilm met dat kleine meisje die door de televisie getrokken wordt. Ik kan even niet op zijn naam komen. Ik heb ook zo'n hoed op, maar dan in het zwart. Misschien is het die wel een keer gaan proberen hard te maken. Oh, had je trouwens vernomen? We krijgen nu huidskleuren met slider. Medio december 2020. Dus er komt weer een. In plaats van 2 updates krijgen we 3 updates. En nog zijn mensen niet tevreden, ik begrijp het niet. Ze doen er alles aan om je de kans te geven en ze blijven maar zeiken over die auto's. Ja, dit is een mooie kleur lippenstift. Die zijn hier. Beetje doffer. Die heb ik ook gisteren gedaan wat. Ja. Ik ben bijna wel elke dag op deze website om te kijken. De Medieval Plague Doctor heb ik ook. Die komt misschien ook in die longplay te zitten. Idle Overall, de Addams Family. Hey, Wednesday is er niet. Mijn favoriete. Ja, die X-Files. Scully en Mulder.
Oh, alleen Scully. Ja, als je, moet je niet de X-Files noemen, hè? Dan moet je ook Mulder erbij zetten. Female jumpsuit. Ja, ik hou niet van jumpsuits, ik vind het niks. Rule Britannia set. Graveyard Lot trade. Ik kan een graveyard maken. Maar dat is een heel lot, dus dat is wel jammer. Ik weet niet of je er iets weer kunt opbouwen, want als die graveyard hebben en daar dat asylum opzetten. Dan iedereen die daar begraven is, dat zijn experimenten die verkeerd zijn gegaan. En alleen die geesten die komen terug. Ja. Als we een lottrade erbij kunnen krijgen. Dat doet hij. Oh, NPC Mourners appear. Dat doet de creep. Ja, tof. Die wil ik. Oh, sorry. Oh, die heb ik al. Oh, oké. Okay. Page part, time career mode. Medieval. Er zitten heel veel leuke. Heb ik ook gedaan. Clone items into your inventory. In plaats van die huishoudmap dat je op F2 moet klikken en op die map moet klikken. Ook zo irritant. Absent-minded trade. Ik heb die Sleep Nicosia Edwin geïnstalleerd, maar ik moet eerlijk zeggen, die is best irritant. Want continu zijn ze moe. Nou, ik heb de oude Wim Modifier, Exception Fix. Ik gebruik geen Wim. Dat interesseert me niet. Je hebt bijvoorbeeld dat je Wim, dat je duurdere rekeningen krijgt. Nou, wie zit daarop te wachten? Ik heb juist Edwin dat ik minder moet betalen. Better Fabricator heb ik ook gedaan, want die ding gaat om de halve klap gewoon zijn stuk. Of je wordt erin getrokken. Pleasure Aspiration, nou dat is niet voor mij bedoeld. Hier, Knight Carrier. Ridder. Dat is niet mijn ding, dat ridder. Er is er een, dan ben je lijkschouwer. Dat is wel een leuke. Dat merk je in het moratorium. Ik ben eigenlijk op zoek naar die. Daarom was ik hier begonnen. Weer begonnen te kijken. Better Eco Water heb ik ook gedaan, want dan krijg je meer water. Medieval Vampire Outfit, die heb ik ook. Ja, meestal een Vampire, dat zegt het al. Maar dan kom je met een probleem. Als je nou naar de pagina van de catalogus van de Sims gaat. Bij Sims heb ik een Sim gecreëerd. Er zijn zoveel dingen die niet mogen. Dat ik ga het niet eens doen. Want je mag geen add-ons gebruiken. Weet ik veel wat er allemaal moet gebeuren. Maar ik had 10 dingen veranderd. En dat was nog niet geaccepteerd. Ik denk, nou weet je. 2 vingers in de lucht. Bekijk het even. Je mocht niet even. Ja, dan gaan ze ook nog opletten wat voor woorden er in je tekst staan. Ik had er geloof ik deadly in staan en dat werd ook niet geaccepteerd. Of died, dat was het. De groete. Stranger Things. Nou, dat zijn die. Neonogen die ik bedoelde. Ik heb ze net voor robotics. En Realm of Magic cooldown mode. Ja. Sim ends. Dat heb ik ook gedaan, want er is momenteel een fout. Dat als jij erin iets ingooit, krijg je geen simoleons meer. En voorheen was het zo, als jij er iets in gooide, krijg je 10, 20, 30, 40, 50, 60, zelfs 100 simoleons als je er afval in gooide. Je krijgt er alleen afval voor als je sim er iets in gooit. En deze addon heeft dat weer veranderd.
Self-sufficient aspiration. Plumbob edit. Nou, waarom? Ik vind de Plumbob die we hebben vind ik hartstikke geinig. Het groene ding. Oh, hier heb je die tattoo die mijn vampiertje heeft. Die boel is kalt tattoo. Bipolar eye trait. Ik wil niet zeggen dat er veel met Sims 4 mis is, maar soms zie je aan die add-ons al genoeg. Hier, Fix Lot Texas, dat die bedoel ik. Die heb ik ook gedownload. Ongelooflijk, maar de prijzen die ze vragen voor een stukje land van 30 bij 20. En hoe voller je het zet, hoe meer je moet betalen. Aan windmolens en altijd walala. Je haalt dus je eigen stroom binnen, je bent goedkoper uit, maar je moet wel meer betalen. Ja, dit heb ik nooit gedaan, want het bevalt me totaal niet. Ik hou niet van lang haar. Ook niet in normaal leven. Semi lang haar, ja, maar niet volledig lang haar. Of zo tot dikke borst. Arctic Monkey, is dat echt een merk? Ja, ik loop achter in kledingmerken, want ik koop sinds de jaren 90 al geen merkkleding meer. Dus. Het klinkt als een brand, Arctic Monkeys. Laat je je sim reclame maken voor niks. Hier, weer Arctic Monkeys. Dat is weer wat anders. Dus ik denk wel dat het een kledingmerk is. Ik zal het eens even googelen. Ik ben nou wel nieuwsgierig. Dat Arctic Monkey kom je namelijk ook heel veel hier ook weer. Kids can drink fizzy. Ja, waarom? Fizzy is in voor Sims alcohol. Een kind drinkt geen alcohol. Ik dacht dat ik deze had, maar dat is alleen nog voor het slapen. Maar mensen slapen niet naakt bij mij. Dus ik weet echt niet welke het is. Maar wat ik zeg, ik ben nu naar ik zoek eigenlijk even een carrière, want dan kan ik bij Addis kijken en dan staat hij waarschijnlijk dan bij. Ja, Cat Famous, at work, joehoe. Ja, best wel een leuk hoor, Cat Famous. Foley's Neighborhood, ja, nou, ik vind Nederlands goed genoeg. Geef even een joppie. Tina Tinker's Legging. Ah, hier hebben we een carrière. En dan zeggen we related uploads. En heb jij die ertussen zitten? Oh, modeling, zinger, realiteit. Mortician! Jeppa! Dat is hem. Ja, ik heb hem getankt, maar ik heb hem nog niet gedaan. Dat weet ik zeker, want ik heb die beroep er nu niet in zitten. Updated version June 2020. Contains TS script packages, dus ik moet ze alle twee downloaden. Yep. Zo. Want ja, mijn dokter moet wel een beroep hebben, hè? Mijn arts. Of de zuster. Nou, als je van racen houdt, geef je ze dieren. Ik heb helemaal niks met auto's, maar totaal niks met auto's, ook niet qua beroepen. Maar ik weet, anderen zouden het wel leuk kunnen vinden. Nou, kijk even, alsjeblieft. Zoiets had ik nou ook gemaakt. Alleen niet zo mooi dan. Ik had gewoon een vierkant huis met een puntdak. Dat was mijn allereerste beeld. Sparkly, ja, deze ice heb ik ook. Dit is een van mijn favorieten. Zo, dus de beroep heb ik nou, dat is wel prettig. En zo, hoekier.
beroep. Ik heb er één gedownload, dan is ze stewardess. Maar zodra het werktijd is en ze moet werken, en je klikt dat ze moet werken, gaat ze niet. Dus die add-on heb ik eruit gegooid. Dat is wel jammer, want ik vond het wel leuk om één. Ik heb één, vooral als je die classy karakters maakt, die hebben dan van die classy beroepen, een stewardess bijvoorbeeld. Maar, hey, Sonic. Oh, shoot. Oké. Ik dacht Sonic karakter. Oh, dat ziet er ook niet uit. Kijk nou. Al dat rood hier. Oh, gat. Laat me zo doodmoe. En je ziet veel van die op de catalogus van die figuren die er zo uitzien. Ik vind het hartstikke lelijk. Lijken het ex-junkies. Dit is nog lollig, die ogen heb ik ook. Je karakter krijgt echt zulke grote ogen. Ik heb ze nog niet gebruikt, maar ik denk wel dat ik ze binnenkort ga gebruiken. Deze heb ik ook, bakkerij. Een van mijn sims is altijd bakker, want ik heb ze brood bakken. Maar ja, tegenwoordig kennen ze allemaal brood bakken, dus ik heb geen bakker meer nodig in de familie. Hé, hey, de Game Gear. Daar heb ik er twee van, zwart. In het echt dan, hè? Net als Nintendo DS, DS3, DS3 XL, Game Boy, noem maar op, alles. Alles. Merendeel staan binnen in een kast als jouw object. Dit is mijn slaapkamer, hier game ik, daar hoef ik niks aan spullen. Mijn spullen gaan altijd daar al in de kast, licht gaat aan, zodat alles zichtbaar is. En eens van de dagen, dan loop ik daar zo langs en dan loop ik zo terug te dromen en die tijd dat ik het kocht. En de jaren 80, dat waren die goed. En dat meen ik ook. Ik ben blij dat ik de jaren 80 heb meegemaakt. Je had alles, jongen. Je had geld, je had vreugde. Oké, een recessie ook, maar daar heb je weinig van meegekregen. Ik ben van 1970, dus... Maar aan de andere kant, de techniek die we nu hebben, die hadden we toen niet. En daar hang ik toch ook erg wel aan. Want ik. Ja, oké, toen de Commodore C16 uitkwam, was voor dat tijdperk was dat een hoogstand ding. Dat was iets, dat was er nooit van gehoord. Maar. Dit zijn die cyborg eyes die ik heb. Dat is geloof ik diegene met die rare kleuren. Ja, hier heb je hem. Dat is hem. Ja, ik heb getankt, dat dacht ik al. Die Serpentia, die is ook, die heeft ook heel vaak hele goede add-ons. Die doet meer cosmetic content dan andere dingen. Dat vind ik ook zo zonde, een auto op je oprit. Je hebt al zo weinig ruimte, wat doet die auto dan? Je kan er niet eens instappen. Oh, kon je er wel instappen, wat doet die dan? More downloading screens. Nou nee, ik vind die we nu hebben, word ik al gestoord van. Daarom was ik blij, zodra je het loodscherm twee keer klikken. Hop, dan springt je meteen over. Retroland Pizza in Arcade. Kom, is dit al 62? Goh, normaal stop ik bij 50. Maar dan hebben we 62, wil je ook niet hebben. Want we zitten bij 61. Dan gaan we naar 63. Wachten op Trekker Nitro P, dat kan. Next. Even reboot. Oh, daar gaan we. Zodra je dreigt te rebooten, dan werkt het wel. Zo, 63. Het kan wel eens gebeuren dat die website een beetje blijft hangen. Maar daar hoef je geen zorgen over te maken.
Het is niet je systeem, geloof me. Star Wars. De Trakuta. Ik heb dat karakter vrijgespeeld in Star Wars dan. En ik heb er nooit mee gespeeld. En ze hebben niet zulke kleuren. Ze hebben gewoon een normale kleur. Dit zijn gewoon echt hoogcontrastkleuren. Dat vind ik niet mooi. Animal placeable insects, bee swarm. Nou, wat denk je als je even een bijenkast neerzet? Worden ze al gek dat ze gestoken worden? Oh, wacht even. Niet iedereen heeft die hier doen. Ja, nee. Ik moet er even aan denken. Niet iedereen heeft die hier doen. Voor die is het wel makkelijk om dat te hebben. Vooral als je een tuintje hebt. Want ja, de bijen doen het werk. Zo, en dan gaan we nu verder met het volgende. Nee hoor. Ik bedank je voor het kijken. Dit was gewoon even een informatiefilmpje over Mortis Sims. Geen reclame, dus ik word niet betaald ervoor. Maar het is gewoon een website die ik graag bezoek. Dit is mijn standaard website waar ik download. Ik weet dat er meerdere zijn, maar op de een of andere manier blijf ik hier altijd terugkomen. Hij wordt ook dagelijks aangevuld met add-ons, dus dat is het mooiste van alles. Bedankt voor het kijken en ik zie je in mijn volgende video. Doei!